Tuur en de Tutterweg. Een verhaal van Rudy Vrijse Met tekeningen van Els Vingerhoets Dit is Tuur. Zie je ook zijn tutter? Ze kunnen elkaar niet missen, die twee. Tuur tut, zegt mama soms. En dat hij oud genoeg is om zijn tutje niet meer te gebruiken. Als hij s morgens wakker wordt, zoekt hij op de tast eerst naar zijn tut. Maar omdat het dan pikken donker is en Tuur nog half slaapt, heeft hij ooit per ongeluk de poot van zijn knuffelhond in zijn mond gestoken. Wat smaakte dat vies? Hij was meteen klaar wakker. Vandaag gaat hij met zijn vliegtuigje spelen, zegt hij tegen zijn mama. Doe die tut nu toch even uit je Tuur, antwoordt ze. Ik versta je zo niet. Ik ga buiten spelen met mijn vliegtuigje, zegt Tuur zonder tutje. Dat zei ik toch? Tuur gooit zijn vliegtuigje en het zweeft helemaal tot in het hoge gras. Daar ziet hij plots een klein meisje met vleugels zitten. Ze is zo klein als zijn hand. Hallo, ik ben Tuur. En wie ben jij? Vraagt Tuur. <laughs> ...antwoordt ze. Ze weent en snikt net zo hard als Tuur als hij zijn tutje niet vindt. Tuur wil zijn tutter aan het meisje geven. Dat helpt als je verdrietig bent. Maar die is veel te groot voor haar. Ben je een soort van vogel? vraagt Tuur. Nee, antwoordt het meisje boos. Ik ben geen vogel. Ik ben een elfje. Zie je dat niet? Maar ik kan niet meer vliegen. <laughs> Een elfje? Ik kan al tot elf tellen, zegt u trots. Luister maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan kom jij. Elf. Mijn naam heeft niets met die elf te maken, zegt ze. Je hebt in de sprookje toch ooit over elfjes gehoord. Tinkelbel, ken je toch wel het elfje uit het sprookje van Peter Pan? Oei, die ken ik niet. Zegt Tuur. De enige pan die ik ken, is de pan waarmee Mama Pannenkoeken bakt. Waar zal ik je helpen zodat je terug kan vliegen? Ik ben misschien nog klein, maar ik heb mijn vliegtuigje daarnet ook laten vliegen. Dat heeft het Elfje inderdaad gezien. Ik kan je weggooien, zoals mijn vliegtuigje, zegt Tuur. Nee, dat beter niet. Of we kunnen samen hard rennen, waarbij ik met mijn armen wapper en jij met je vleugels. Misschien gaan we wel samen de lucht in. Maar hoe hard ze ook wapperen, ze gaan niet de lucht in. Wacht, zegt Tuur. Ik weet wat we fout doen. We vergeten natuurlijk een broemgeluid te maken, zoals een vliegtuig. Anders lukt het niet. Brrr, brrr, brrrr. Doen ze samen, terwijl ze rennen. Maar het helpt niet. Nu weet ik het ook niet meer, zucht Tuur. Ze zitten samen op een boomstronk. Tuur heeft zijn tutje weer in zijn mond gestoken. Dat doet hij altijd als hij moet nadenken. Ik weet het, zegt hij plots. We bellen gewoon jouw vriendin op, Tinkeldinges. En die Peter Pannenkoek, die gaan ons wel kunnen helpen. Het is Tinkelbel en Peter Pan, antwoordt het elfje boos. En ik kan die niet bellen. Ik denk dat mijn elfenstof gewoon op is. Elfenstof? Daar heeft u er nog nooit van gehoord. Plots horen ze een gezoem. Het klinkt zoals het geluid dat Tuur hoorde toen er een wesp op zijn neus landde. Ze gaf hem een prik en hij kreeg een neus als een tomaat. Daarna heeft hij drie dagen met zijn tutter rondgelopen. Maar het is geen wesp. Het is een ander elfje. Ik dacht dat ik je hier kon vinden, zegt het nieuwe elfje. Jij bent al de vijfde die vandaag zonder elfenstof zit. We hebben dringend meer elfenstof nodig. Jij hebt wat we nodig hebben om elfenstof te maken, zegt ze tegen Tuur. Ik, vraagt Tuur een beetje angstig. Natuurlijk, zegt het elfje. Met jouw tutje maken we elfenstof. Kinderen die groot genoeg zijn om hun tutje te missen, kunnen ons daarbij helpen. Van wat je vooraan op je tutter ziet, wat jij in je mond steekt, daarvan maken we elfenstof. Als je goed kijkt, zie je dat het zo doorschijnend is als een elfenvleugel. Dat klopt. Tuur ziet het nu ook. Maar hoe kan ik dan helpen? vraagt hij. Kom dan maar mee naar de tutterboom, zegt het elfje. De tutterboom? Daar heeft Tuur nog nooit van gehoord. De tutterboom staat op de tutterweg bij het park en het speeltuintje. De kinderen geven er hun tutje weg. We halen ze op om er elfenstof van te maken. De kinderen krijgen dan een verrassing. Een verrassing? Dat klinkt als muziek in de oren van Tuur. Als ze bij de tutterboom arriveren, komt er plots een mandje naar beneden. Leg je tutje hier maar in, zegt het elfje. Meteen als zijn tutter in het mandje ligt, gaat het terug naar boven. Dankjewel, Tuur. Nu kunnen we straks opnieuw elfenstof maken. En de verrassing dan? Vraagt Tuur. Dat heb je beloofd. Ga maar flink terug naar huis zonder tutje, antwoordt ze. Ik ben er zeker van dat je mama een verrassing voor je heeft. En wonder, boven wonder, in de keuken.

Zijn mama kijkt om en denkt dat Tuur terug een tutje in zijn mond heeft. Maar het is gelukkig een pannenkoek die Tuur toch.